Ja, dames en heren, het is de eerste ochtend van de Tweedaagse. En ja, dan, dan komt natuurlijk ook de officiële opening. En dat kan maar door één iemand worden gedaan, door de voorzitter van de VNG. Dames en heren, maar een groot applaus, Jan van Zanen. Dag allemaal. Oh, wat, wat veel, wat mooi en allemaal live. En dat kan, hè, meneer, live hè, voor het eerst in twee jaar. Geweldig dat u er allemaal bent. Uit het oosten, het noorden, het westen, het zuiden, de Caraïben. Allemaal lid van die geweldige VNG, al die 344 gemeenten die uh, actief zijn voor, uh, voor onze inwoners. En na twee jaar weer live. En dat betekent ook dat meneer Staal hier net was. En dat ik ook nu iets zeg over Zierikzee. Gisteren heb ik Jack van der Hoek, mijn collega, gebeld. Hij was op 50 meter afstand toen de windhoos langskwam. Zijn er mensen uit Zierikzee? Want Jack wist het niet zeker of het. Ja. Oh jij, ja Ruben, je hebt gebeld, begreep ik. Ook gisteren. Wat zeg je dan? Of wat hoorde je dan? Nou, Ruben uh, komt namelijk uit Zierikzee. Oh ja, 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 het, ja. nou, het, het toeval, ik belde uh, naar mijn vader... en um, het was blijkbaar zo lokaal dat, hij, dat ik hem informeerde. Van, het was dus op het nos ja, en het, het is inderdaad echt alleen maar over het centrum van Zierikzee gegaan. Ja. En daarbuiten hebben ja, ze alleen brandweerauto's zien rijden. Ja. Maar ja, wat er is gebeurd, heeft iedereen kunnen lezen in de ja. krant vanochtend. Wij, wij leven mee met uh, de, de, de nabestaanden van de overledenen. En natuurlijk denken we ook uh, na... Over al die gewonden en die mensen die schade hebben geleden. lukt C -C, Luxor et Emergo moet ik dan geloof ik zeggen. Dat kan als je live bent. <applacht> ik voel me op heel veel plekken in Nederland thuis. Ik kom uit Edam-Volendam, daar woont mijn moeder nog. En ik heb in Hoorn op school gezeten. Ik ben geen Horinees, begrijp ik. Ik was, dacht dat wel altijd... Maar ik ben hoornaar, want ik heb er toen natuurlijk, uh, was ik er bijna dagelijks. En gisteren, uh, zat ik, ik zat daar op het Westfries Lyceum... Maar gisteren gingen we met de stoomtram, die u ook gezien heeft... gingen we onder meer naar Twisk, en daar stap ik uit... en daar staat een stationschef, een meneer van 87, begreep ik... en die stelde zich voor, ja, ik ben John Lamers... en ik ken je, want ik ben de vader van Karin, Karin Lamers. Die is inmiddels ook 60, maar ze ziet er nog goed uit. Ik mocht haar de groeten doen. Maar zo zie je dat die wereld toch heel klein is... En ik voel me thuis in Den Haag, daar werk ik. Maar eerder, natuurlijk, jarenlang langs van mijn leven in Utrecht en in Amstelveen. En waar je je thuis voelt, gaat het natuurlijk om de mensen. De mensen eh, die, je, die je ziet, die je kent, die je voelt, waar je mee bent. De mensen waarvoor ik werk, de mensen waarmee ik werk. En daarom voelt ook dit congres weer echt een beetje als thuiskomen. Thuis met alle mensen die zich met hoofd en hart, handen en voeten dag in dag uit inzetten voor onze gemeente. Om ervoor te zorgen. Dat inwoners zich gezien en gehoord voelen, zich thuis voelen. Want dat is wat wij samen doen. Dat is hoe wij uh, het verschil maken. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook daarbuiten. Gemeente in de wereld is niet voor niets het thema van dit congres. En dat geeft toch een warm gevoel, hoewel het een ijshaal is waar we zijn. In maartverkiezingen heel veel gemeenten hebben de formaties afgerond. Ik geloof 270. Dus een aantal van u zijn nog druk bezig. Nieuwe raadsleden, zittende raadsleden, nieuwe wethouders, maar natuurlijk ook burgemeesters, griffiers en wethouders en gemeentesecretaris. Wie is hier voor het eerst? Kijk, extra welkom. Wie is hier meer dan vier keer geweest? Dat zijn er ongeveer evenveel. Nou, inspireer elkaar maar een beetje. Hè? Geweldig, mooi. Wat vind ik heerlijk dat de nieuwe mensen hier zijn. En ik hoop voor de nieuwe mensen, zeg ik. Ik hoop dat u zich allemaal snel thuis zult voelen op deze twee dagen vol presentaties, discussies, ontmoetingen en excursies. Maar ook tradities. En een van die tradities is ons jaarlijkse bericht aan de koning. En dat komt nu, als het goed is, achter mijn rug. De tekst ziet u op het scherm. Ja, daar komt hij. Ja! Briefje geschreven, helemaal mooi. En een andere traditie is, tenminste als het goed is, je weet maar nooit, dat er ook morgen een antwoord is. En daar zal ik u dan morgen ontvroeg over berichten. We hebben zometeen, als ik klaar ben, nog een, koninkl nog een koninklijke bijdrage, een korte videoboodschap van Koningin Maxima. Maar nu eerst nog even iets zeggen tegen die lieve zeven West-Friese gemeenten. Die echt wisten vol te houden al die jaren. Horen, Drechterland, Enkhuizen, Koggeland, Medemblik, Opmeer en Stedenbroek. Oftewel Jan, Michiel, Eduard, Monique, Frank, Gerard en Ronald en hun wethouders en hun raadsleden en hun medewerkers... Dankjewel West-Friesland! De volhouder wint, en dat wisten Rob en Gert Jansen, waren net op het scherm ook. En ik weet zeker dat West-Friesland, en dat mogen jullie ook zijn, heel trots zijn dat we hier allemaal zijn. En jullie hebben er hard aan gewerkt. Tijd, uh, beste collega's, om de deuren open te zetten en het congres te openen. Praat, kijk, luister. Ontmoet, leer en observeer. Eet, drink en geniet. Zodat u woensdag, voordat u weer naar uw andere thuis gaat, allemaal kunt zeggen. Het waren twee bijzondere dagen. Dank u wel. Veel plezier. De majesteit. Meneer van Zane, dames en heren. Heel graag was ik vandaag bij u geweest in West-Friesland. Maar mijn man en ik zijn op dit moment in Wenen... voor een staatsbezoek in Oostenrijk. Gelukkig kan ik toch op deze manier... een bijdrage leveren aan uw jaarcongres. Want uw werk als lokale bestuurder... Is essentieel en verdient waardering en steun. U staat dicht bij uw inwoners. U weet waar mensen in hun dagelijks leven tegenaan lopen, de mooie dingen en de moeilijke dingen. U weet wat hun zorgen en wensen zijn, en ook waar hun kracht ligt. Tijdens werkbezoeken over aan het land zie ik hoe grote opgaven zijn waar u als gemeente voor staat. Betaalbaar wonen de energietransitie, de jeugdhulp, burgerparticipatie, gelijke kansen in het onderwijs. Er zijn zoveel belangrijke thema's. Ik zie ook met hoeveel liefde en bevlogenheid er wordt gewerkt om problemen op te lossen, door bestuurders en door medewerkers. Het thema van dit jaarcongres is: Gemeenten in de wereld, samen maken het verschil. En dat is een belangrijke oproep. Vaak zie ik dat gemeenten zo druk zijn met het vele werk dat zij er niet naartoe komen om inspiratie op te doen bij anderen. Met het gevaar dat steeds vier opnieuw het wiel wordt uitgevonden. En dat is jammer. Het kost mensenkracht, geld en energie. En vooral het helpt uw inwoners onvoldoende. We weten uit ervaring hoeveel we extra kunnen doen door van elkaar te leren en samen te werken. Een van de onderwerpen waarbij het zeker het geval is, is de schuldhulpverlening. Als erevoorzitter van Schuldenlab NL wil ik graag de gelegenheid gebruiken om dit onder uw aandacht te brengen. U kent allemaal de urgentie. In ons land hebben we 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden. Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat mensen met problematische schulden aankloppen voor hulp. En dan is de situatie heel vaak ernstig geworden. Stress, eenzaamheid, depressie, verlies van werk en huis, gezondheidsschade. Allemaal maatschappelijke problemen die ook u als gemeente raken. Het is belangrijk dat we er vroeg bij zijn om te voorkomen dat mensen diep in ellende wegzaken. Gelukkig zijn er goede schuldhulpmethoden die bewezen effectief zijn... En die in veel gemeenten worden toegepast. Met schuldenlab NL werken we aan de opschaling van die succesvolle methode. Zodat u niet het wiel hoeft uit te vinden, maar snel en efficiënt aan de slag kunt met methoden die werken en die passen bij je doelgroep in uw gemeente. Op die moment zijn er al 148 gemeentes die twee of meer van die methodes gebruiken. Er is zoveel kennis en expertise beschikbaar. De wethouders die op 7 juni in Amsterdam waren bij de bijeenkomst van pak 2 van Schuldenlab weten wat ik bedoel. Ik wil u vragen de beschikbare kennis volop te benutten en bij elkaar de kunst af te kijken. Zo maken we Nederland schuldenzorgvrij. vrij. Samen maakt u het verschil. In veel gemeenten is kort geleden een nieuw college aan de slag gegaan. Aan alle wethouders wil ik zeggen goed. Dat u zich wil inzetten voor publieke zaak. Heel veel succes met uw mooie en relevante werk. Een goed Jacobus te gewenst en heel graag tot ziens.